grote geul aan de buitenkant en hier binnen ontstaat een zandbank. Ja. En dat is heel, heel goed, hier zitten vaak in de zomer visjes te zonnen en dergelijke. En nou, dat is ook ideaal voor oeverzwaluwen en ijsvogels die in die wanden. Dus door het herstel van de natuurlijke dynamiek van de waterstroom krijg je weer de natuur terug.